kwam eigenlijk ook wel het moment dat ik mijn pianostukken wilde doen. En ik merkte van, het gaat gewoon echt niet meer. Ik heb gewoon continu pijn. Dan denk je echt van, jeetje zeg, gaat het ooit nog een keer over? Daar ben je bang voor. Je denkt, dan moet ik dadelijk geopereerd worden. Komt dat ooit nog wel goed? En wat dan, als het niet goed gaat komen? Wat moet ik dan doen? Mijn naam is Diana de Ruiter. Ik ben 43 jaar. Ik woon in Oosterhout. Ik ben pianodocent, pianist van beroep. Ik ben getrouwd en heb 2 jonge kinderen. 1 van 3 en 1 van 6 jaar. Ik weet nog heel goed dat mijn eigen pianojuf in het leslokaal waar piano en orgel stond, Fur Elise speelde. Ja, het was verkocht. Piano spelen betekent eigenlijk alles in mijn leven. Het is zo verweven met mijn dagelijks doen. Ik zou mijn leven eigenlijk gewoon niet zonder muziek en zonder pianospelen voor kunnen stellen. Ik studeerde na mijn afstuderen behoorlijk wat op mijn piano. En waarschijnlijk had ik ook niet in de gaten dat ik mezelf een verkeerde techniek aan het aanleren was. En ik kreeg op een gegeven moment steeds meer pijn onderaan mijn pols. En op een gegeven moment kreeg ik zoveel pijn dat ik gewoon niet meer kon spelen. Langs de huisarts geweest en bleek RSI-klachten te hebben. In het dagelijks handelen werd ik behoorlijk beïnvloed door die pols en ook beperkt. Bijvoorbeeld met het koken, het huishouden doen. Eigenlijk deed het continu pijn. Aankleden, haren kammen, de meest simpele dingen. Ik ben overal gaan shoppen om te kijken van hoe ik in godsnaam van die klachten af kon komen. Bij meerdere specialisten ook gaan bezoeken, second opinions aangevraagd. Eigenlijk alles om, om zo snel mogelijk van die klachten af te komen. Het heeft me eigenlijk, het heeft veel meer met me gedaan dan wat ik eigenlijk dacht dat het met me zou doen. Ik kan alleen maar zeggen dat ik ontzettend blij ben dat ik van de blessure af ben.